Voor de provincie Groningen staat fietsen op 1. We vinden het belangrijk dat elke inwoner de mogelijkheid heeft om op een goede, gezonde en duurzame manier te komen waar hij wil. Hey, Fleur. Hey, goedemiddag. Hallo. Hoi. Dus fietsen staat echt op 1 voor de provincie? Ja, zeker weten. Fietsen is ongelooflijk belangrijk voor ons als provincie. Ja, en dat is ook de reden waarom we de komende jaren veel geld investeren in de fiets. Want ja, het is lekker zoals ik, op weg naar je werk of weer terug naar huis. Maar het is ook heel erg lekker als je op zondag bijvoorbeeld met je racefiets een rondje door de provincie gaat. En dat geldt voor mij, maar dat geldt eigenlijk voor alle fietsers in onze provincie. Of je nou met een bakfiets pakjes rondbrengt of met je kinderen op weg naar school gaat. Fietsen is niet alleen gewoon een mooie manier om van A naar B te gaan. Maar zo een keertje goed voor je gezondheid en je kunt mooi genieten van onze provincie. En dat is ook de reden waarom wij de komende jaren veel geld gaan investeren in de fiets. Ja, en daar hebben wij mooie plannen voor gemaakt. Wat gaan we de komende jaren doen? Nou, we investeren in betere fietspaden. Bijvoorbeeld de doorfietsroutes naar belangrijke regionale kernen en naar de stad Groningen. We leggen nieuwe fietspaden aan en investeren in goede voorzieningen. Denk aan veilige en comfortabele overstappunten op stations. Met veel plek om je fiets te stallen en op te laden. Verkeersveiligheid is ook belangrijk. Daarom zorgen we bijvoorbeeld voor overzichtelijke fietsoversteken. We willen Groningers verleiden vaker de fiets te pakken. Daarvoor organiseren we activiteiten en acties. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld gratis een e-bike of vrachtfiets uitproberen. Verbinden met de fiets doen we samen met gemeenten en vele organisaties. Al deze onderdelen komen samen in het uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023. In dit programma stellen we 28 miljoen euro beschikbaar voor fietsen in Groningen. Zo werken we aan een bereikbare, leefbare en duurzame provincie. In de hoogste versnelling dus voor de fietser in Groningen. Ja, er gaat de komende jaren dus echt veel gebeuren. En dan wonen we natuurlijk al lang in een mooie fietsprovincie. Maar met deze plannen wordt het nog mooier. Ja, maar als je het goed vindt, ga ik nu naar huis. Tot ziens, hè.